Goedemiddag ondernemers. Donderdag 7 maart is het weer zover. Maar dan in 2024 is onze volgende netwerkbijeenkomst bij ROC Rivieren Tiel. We gaan het dan hebben met studenten en met ondernemers natuurlijk over digitalisering. Hilco zit naast mij en die kan je al vertellen wat een beetje de bedoeling is. Hilco, brand los. Marcel, ik ben op zoek naar ondernemers met een digitale uitdaging. De focus ligt echt op het creëren van oplossingen die direct toepasbaar zijn. Denk bijvoorbeeld aan een nieuwe website, een app, een film, een animatie. Alles kan. Alles kan? Ja, nou, absoluut. Goed om te horen. Nou, en toevallig, heel toevallig, hebben we vandaag twee ondernemers bereid gevonden om hier al meer over te vertellen. Heb je een moment? Goedemiddag, Josephine. Hoi, Marcel. Hoi, wat leuk dat jullie meedoen aan deze opdracht voor het ROC Rivo. Wat is jullie uitdaging voor die studenten eigenlijk? We willen studenten een dashboard laten ontwikkelen waarbij we meer inzicht hebben in onze kwaliteitsprocedures. Zodat we dat ook aan onze klanten beter kunnen terugkoppelen. Interessant, dankjewel. Nou, Anne-G, je hoorde het net. De uitdaging van Josephine was volgens mij hartstikke duidelijk. Wat gaat jullie uitdaging eigenlijk worden voor de ROC-studenten? Wij dagen de studenten uit onze online zichtbaarheid te verhogen en staan open voor heel veel creativiteit. En wat wordt jullie uitdaging? Uit ervaring weet ik hoe leuk het is om met studenten te werken. Wil jij ook je toekomstige medewerker ontmoeten? Doe dan mee. Samen behouden we de toptalenten van Rivierenland.